In deze video laten we zien hoe je de tool letterklapper gebruikt in je presenterbestand. Wanneer de aanwijsknop actief is, kun je de tool direct gebruiken. Open het instellingenmenu om per kaart aan te geven welke letters je hier wilt gebruiken. Als je op alles selecteren klikt, worden alle velden per kaart geselecteerd. Klik nogmaals op alles selecteren om alle velden leeg te maken. Klik op Toepassen op alle kaarten om de selectie van een kaart op alle kaarten toe te passen. Wil je per kaart verschillende letters? Selecteer dan per kaartje de letters. Sluit het menu door naast het menu of weer op de instellingen-knop te klikken. Nu kun je woorden maken met de letters die jij gekozen hebt. Kies een letter door op het pijltje naar boven of beneden te klikken. Door op het plusje achter het woord te klikken, maak je van dit woord een kaartje. Je kunt ook een kaartje toevoegen zonder de letterklapper te gebruiken. Klik op het plusje onder de letterklapper en typ een woord. Dit kan met het presenter toetsenbord door op de toetsenbordknop te klikken of met een fysiek toetsenbord dat aan het device gekoppeld is. De kaartjes zijn standaard blauw. Wil je een andere kleur? Selecteer dan onderaan eerst de kleur die je wilt en klik vervolgens op een kaartje. Je kunt de kaartjes verschuiven en groter en kleiner maken. Om een kaartje te verwijderen, klik je eerst op het kaartje en vervolgens op het prullenbakje. Klik op Reset om alle kaartjes te verwijderen. Wil je meer informatie over deze tool? Klik dan op de Informatieknop. Je bent nu klaar om zelf de tool Letterklapper te gebruiken. Open Presenter en ga aan de slag.